Ik begin hem toch te missen. Ik laat mijn vent zuren in zijn eigen vet. Er had een werk heeft gevonden en heb hem de kilokser begint af te trainen. Maar toen ga je niet onrust. Hallo, Pierke? Rita, het is met Jean-Marc. Jean-Marc? Er is toch niets met... Jos is spoorloos. Hij zit waarschijnlijk in het buitenland. In het buitenland? En waarvoor zit hij dan? Dat weten we niet. We vrezen voor een netwerk. Maar dat is verschrikkelijk. Ja. Veel sterkte, Rita. Dan zodra ik iets hoor. Hallo, Jean-Marc. Is het echt in mijn 18? Weet je het? Er gaat iemand vannacht niet goed kunnen slapen. Jos is spoorloos. Hij zit in het buitenland. Jij gelooft dat toch niet zeker? Denk jij dat? Maar ken ik het toch in het buitenland? Jos heeft ook nog niet uit zijn eigen straat zonder verkeer te rijden. Nancy, misschien is hem ontvoerd. Wie wil er naar de Jos ontvoeren? Wil je toch niet vangen, zeker? Nee, natuurlijk niet. Wat moet ik hier dan doen? Meespelen, eender wat. Mag je niet jaloers met een andere gast? Nancy, heb jij iemand anders? Nancy! Maar nee, natuurlijk is er niemand anders. Nu weet ik waarom dat je weggelopen bent. Ah, wel, er heeft er niets niets mee te maken, hè? Voor de eerste keer in jaren heb ik eens teruggelachen naar iemand in de winkel. Kent die wel, die winkelverzeters. Ze hebben de koeltoog rondhangen om te zien of dat gastijde tepels krijgen. En wel, naar zo iemand heb ik eens gelachen. Vanaf nu doen we samen inkopen. Dikkels, en die trouwen, en dat kan toch nou? Ja, Erik is daar niet zo voor. Maar wel. Waarom niet? Och, jongen, begint er niet op. Je denkt, ik kon trouwen, hè, dan moet ik maar niet meer welke dag bewijzen. Hè. Maar eigenlijk wordt het alleen maar aardiger. Maar wat krijg je ervoor in de plaats? Geborgenheid, genegenheid. Gecommandair, gewalter in de bewaan, gezaak, gereuze. Och, jongen, een waaf is nooit content. He, hebben ze een brave vent, dat moet hem avontuurlijk zijn. Hebben ze een avontuurlijke, dan willen ze dat het thuis zit. Het is gewoon nooit niet goed. En ik zie er jij in het Germinko. Met Frankie? Slaat bij ons. Oei, zijn we zeker? Is Katja zwanger? Wordt Club Brugge kampioen? Ben ik een Jeannette? Allee, merci. Slaat wel. Ja, ga je ook. Jean-Marc, waar heb jij dat plantje gekocht? Ik heb dat niet gekocht, ik heb dat gekregen. Van Frankie. Wow, dat is lief. Ja, zelfs de Frankie kan lief zijn. Ja, ik heb dat gekregen, maar de Frankie dat niet moest hebben. Ja, maar toch blijft het lief. Voor Frankie. Hé, die fucking vetplant. Ik moet die niet meer hebben. Smee. En dus Jean-Marc heeft hij opgeraakt voordat hij naar de job kapot speelt. Hier. Vetplant. Frankie. Blijft natuurlijk een gewichtig probleem, hè. Voor onze dikke. De meeste ligt er ook helemaal wakker van. Frankie! Laat hem maar, hè. Dat zou het kunnen gebruiken, zeker. Christian, zo kan ik echt niet slapen. Ik moet stoppen met die ploeg. Dat is beter voor mijn nachtrust.
s'nachts kan houden. Dat heeft er niets mee te maken. Als je niet kunt slapen, dan moet je fluiten. Pardon? Als je fluit, dan stoppen ze met snurken. Ja, dan niet, hè. Sorry, maar wat is dat lawaai? Ja, de Frank. Heb je pijn of wat? Pijn? Pijn niet, maar mijn oren. Dan moet je fluiten, hè? Hoe is dat goed voor zijn oren? Nee, tegen het snurken. Oh. Allee, dan ben ik maar eens weg. Jim? Ja? Wat is er? Hoezo? Ja, als jij er om 1:30 s'nachts binnenstapt om je vetpandje te komen halen, ja, dan denk ik toch wel dat er iets is. Ik dacht dat hij water nodig had. Een vetpandje, dat kan gerust 2 dagen zonder water. 3. Allee, wat is er? Ik weet niet wat ik moet doen. Naar huis gaan. Ik ben zenuwachtig, Rick. Een vetplantje, dat is zo gemakkelijk om te onderhouden. Iedereen kan dat in leven houden. Ik ken dat niet. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb al... Mark, het is een natuur. In uw lichaam zit een soort van programma dat vanzelf begint te spelen. En je gaat merken, tegen dat het zover is, je gaat perfect weten wat je moet doen. Waar gaat het eigenlijk over? Alles moet de eerste keer zijn, hè. Ten eerste. Oeh. Jean-Marc is nog een maagd. Oh, Jean-Marc is nog een maagd. Klaus, al die manieren, hè. Jean-Marc heeft ons nodig, hè. Hé, hey, ik ga niet mee om voor te tonen, hè. Daar heb ik geen goesting voor. Jij onderzelf, ikske. Hé, zoals ik heb gezegd dat je manieren moet halen, anders zat ik u weer buiten, verstaan? Sorry. Sorry, Jean-Marc. Sorry, hè. Het is de beat. Kussen, dat gaat nog. Maar dan? Voorspel? Jean-Marc, je moet u een tijd pakken. De eerste keer, dat is een magisch moment. Dat gebeurt maar één keer. Je moet traag. Dat is de boodschap. Traag. Nacht is lang. Hè. Dat jij je maagdelijkheid hebt opgespaard voor de vrouw van je leven, wel, ik vind dat heel schoon van u. Oh, ik weet dat niet. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb er spijt van. Ik ken alleen Rita. Zeg je nee? Ik zou graag een vrouw exclusief voor mij hebben, hoor. Maar nee, jij wilt liever nog wat andere vrouwen hebben om met te vrijen? Of wat? Nee, dat heb ik niet gezegd, maar weet je wat dat is? Het is 1 vrouw, jong. Dat is weinig. En dan ook voor het leven. Ziek. Zou Jean-Marc niet beter eerst nog zo met andere vrouwen voordat... Zeg, Soske. Je moet oppassen met dat spoedje erin. Zeg Jean-Marc, waarom zei je niet bij Stef gaan aankloppen? Omdat ik wou weten hoe ik de liefde moest bedrijven, niet hoe ik moest seksen. En je denkt dat ik dat weet of wat? Hey, maar dat gaat niet om weten, niemand weet dat. Dat gaat om doen. En als ik nu eens hier zou blijven slapen? Ja, niks van. Jij gaat naar Veronique, je gaat de nacht van je leven beleven. En je blijft erbij. Voor de rest van uw leven. Jean-Marc. We maken een afspraak. Als het lukt, dan kan jij waar aan de andere kant. En als het niet lukt, dan beloof ik dat ik mijn haar laat groeien en dat ik dat ga kammen zoals jij dat kan. Amai. Jij moet wel heel zeker zijn van mijn kunnen. Hey, GM, ik geloof in u, hè. Ik ook. Laat Veronique maar eens voelen, hè, dat de mannen van 1 nacht vooruit doorzettingsvermogen hebben. En techniek. En conditie. Ik ga ook iets zeggen. Met het risico dat ik mij belachelijk maak. Maar ik ga toch zeggen. Jean-Marc,
Een vrouw, dat is geen vetplantje. Een vrouw, dat is een bloem. En als je haar blaadjes wilt zien openstaan, dan moet je ze meer dan één keer in de week water geven. Was dat belachelijk? Dat viel wel mee. Zal jij nu nog? Nee, ik ben al weg. Succes. Merci, gasten. Denk eraan, hè. Traag.